Sinds vorige week woensdag is er door verschillende partijen hard gezocht naar de oorzaak van de storing. En uiteindelijk is er gisteren een besturingskaart vervangen. En vannacht is de brug opnieuw getest. En alles ging goed. En hij is weer beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Een kapotte besturingskaart. Daar was het dus allemaal om te doen. En een nieuwe kaart had de gemeente niet even op de plank liggen. Nee, die is uit Frankrijk gekomen. Die is heel snel naar Nederland gegaan, gebracht door de leverancier. En die is geïnstalleerd en hij werkt goed gelukkig. Vanmiddag om 3:30 is het tijd voor de ultieme test. Gaat die open of niet? De boten liggen er klaar voor. Het verkeer op de brug wacht keurig. En ja hoor, daar gaat hij. Ja, natuurlijk is het spannend als je staat te wachten. En het duurt altijd voor je gevoel wat lang. En dan denk je, gaat hij nou omhoog? Maar we hebben het gezien, we zijn er getuigen van geweest. En het is gelukkig goed gegaan. Bent u opgelucht? Ja, zeker. En ik denk ook zeer zeker het scheepvaartverkeer. Want dat kun je weer van deze route gebruik maken. Het hoeft niet meer om te varen. Heeft u veel boze mensen aan de lijn gehad? Nee, voor ontzettend mee. Eigenlijk niemand. We hadden echt begrip voor waren de mensen.